I'll get misty just holding your hand. Walk my way. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een wat ik op een dag eet video. En vandaag staat alles in het teken van sporten. Zoals de meeste van jullie weten ben ik heel erg fanatiek bezig met sporten. En probeer ik zoveel mogelijk eiwitrijke producten te eten. En zo min mogelijk koolhydraten. Oh my god, dat is een woord. Dus ik zit nu op 1600 calorieën per dag. Met mijn trainen erbij. En dan moet het als het goed is beter gaan. Maar ja, dat zullen we zien. Dat laat ik allemaal in de vlog voorbij komen. Dus als jij mijn vlogs nog niet hebt gezien, zou ik hier of hier een linkje zetten. En dan kan je allemaal vlogs bekijken. En ook daar deel ik recepten en sportdingen en kinderen en alles kan je de hele meuk. Vind je dit een leuke video? Doe dan alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en het notificatiebelletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Laten we beginnen. En we beginnen deze ochtend met Alpro soja yoghurt. Ik moet zeggen, om het zo naturel te eten vind ik het niet zo heel erg lekker. Dus wat ik doe is meestal heel veel dingen erin gooien. Wat ik nu ga doen is mijn proteïne shake erbij doen. Want ik doe het nooit met water. Ik doe het altijd gewoon lekker als ontbijt voordat ik ga trainen. En dan doe ik twee scoopjes erbij en dan roer ik het goed door. En dan krijg je echt een hele lekkere romige substantie. Ik heb de aardbeien smaak. Ik vind aardbeien lekker. En ja, je roert het gewoon echt heel goed door. Want je moet wel echt al die klontjes eruit krijgen. Die klontjes zijn echt super vervelend als je die eet. Het is echt niet lekker. Maar als je het heel goed geroerd hebt, doe ik er nog wat toppings bij. En ik heb hier aardbeien, blauwe bessen en wat gepofte rijst en wat cashewnoten. En dat vind ik echt super lekker erbij. De gepofte rijst, ja, dat zit zo weinig koolhydraten in. Het is echt bijna niks, joh. Omdat het gepoft is en hoeveel gram je dan gebruikt, is echt heel erg weinig. En natuurlijk ook fruit. Ik vind fruit sowieso altijd wel lekker bij mijn ontbijt. Dus ja, dit keer ook weer gewoon lekker een aardbeidje. En die snij je dan ook fijn en die doe je dan ook bij. Maar ja, je kan ook andere fruitsoorten doen, hoor, wat jij lekker vindt. Ik ben gewoon fan van blauwe bessen en aardbei en kiwi en eigenlijk alle soorten fruit. Maar ja, als jij bepaalde fruitsoorten niet lekker vindt, moet je gewoon iets anders doen wat jij wilt. Het is jouw feestje. Maar ik eet dit zodat ik genoeg eiwitten binnenkrijg. En het is echt een eiwittenboost. Zo vind ik het lekker. Dit is echt mijn favoriete pre-workout ontbijtje. Echt yummy. En heel snel en heel makkelijk te maken. En daar ga ik ook wel voor. Want we hebben niet altijd tijd om helemaal uitgebreid al je eten te maken. Dus voor snel en quick is dit wel echt wel ideaal. En als ik al gezegd, het is echt super yummy, guys. En we gaan door naar lunch. En ik heb hier koolhydraatarm brood. Ik heb een salade die had ik kant en klaar bij de Albert Heijn gehaald. Zonder slaadressing of slaasaus of whatever. Tofu en mijn zelfgemaakte pindasausje. En het is een healthy pindasausje. Maar we gaan eerst beginnen met de tofu. De tofu gaan we gewoon een beetje zout en peper op doen. Zodat het lekker gekruid wordt. Ik had ook nog paprika poeder gedaan. Maar was ik vergeten te filmen. Dus ook nog paprika, want ik heb echt een mooie bronzige kleur. En het sausje heb ik gemaakt van pindakaas, sambal en wat water. Zodat het wat smeuiger wordt. En dit is de salade van de Albert Heijn kant klaar. En mijn brood heb ik even getoast. Want dat vind ik toch wel lekkerder als mijn brood getoast is. Nu heb ik mijn tofu gebakken. Ik dep het nog even wat af, zodat er overtollig vet eraf gaat. Besmeer ik mijn broodje eigenlijk met mijn smeuïge pindasaus. Het lijkt ook echt op pindasaus. Dus ik ben helemaal blij ermee. Ik vind het heerlijk. En een beetje pittig mag van mij wel. Dus ik heb best wel veel pittig erin gedaan. Maar ja, je kan ook wat minder doen natuurlijk. En je gebakken tofu doe je er dan gewoon op. En ja, gebakken tofu is echt super lekker op brood. Het hoeft niet alleen met avondeten. Je kan het ook gewoon als lunch prima doen. En dan heb ik hier mijn salades. Volgens mij zat er bieten en wortel in. Ja, en wat sla. En bieten zijn altijd lekker zoet. Dus dat is ook wel weer lekker met pittig. En dan heb je eigenlijk je broodje helemaal klaar. En het is echt yummy, you guys. Echt heel erg lekker. Maar dat zeg ik altijd, maar dit is echt heel erg lekker. Dit is echt mijn favorietje. En het ziet er ook heel erg mooi uit. Dus het oog wil ook wat. En de salade die we over hebben, daar doe ik nog een beetje van mijn dressing overheen wat ik overhoud. Ik vind het ook lekker met salade. Het is ook wat ik vaak over mijn salade heen doe. Het is een dressing die ik voor meerdere dingen gebruik. Dus voor mijn brood en voor salades. Maar het is echt lekker. En je zit er ook wel heel erg vol van als je dit allemaal op hebt gegeten. En het is goed. En we hebben weer eiwitten. En we hebben weer groentes. En we hebben van alles weer wat gezond is. En healthy voor ons. En sportproof.
bloemkoolnasi. Heerlijk. En wat hebben we nodig? Bloemkoolrijst, die kun je gewoon zo kant-en-klaar kopen. Een bos ui. En ik heb hier verse knoflook, want die vind ik het allerlekkerst. Een pepertje, ook lekker voor een lekker bijt. Komijnzaad. Wat wokgroenten, Chinese groenten, ook van Albert Heijn. En wat ketchupmanis. En that's basically it. We gaan beginnen met een uitje snijden. Ik ben zo blij dat ik lenzen heb, zodat ik nooit traanoog krijg. Want ik vind het altijd zo vervelend als je een ui snijdt en krijgt van die traanogen. Of dat je een mascara op hebt en dat ligt dan helemaal onderaan je kin of zo ergens. Dus gelukkig, ik heb lenzen. Dus dat gaat allemaal wat makkelijker met het uitje. Maar ja, wat we gaan doen is het uitje gewoon heel erg fijn snijden. Like this. Voilà. En de rest ook allemaal gewoon lekker fijn snijden. Like this. En dat gaan we lekker allemaal bakken in de pan. En als je het even aangepakt hebt, dan ziet het er zo uit. En dan gaan we nu de dingen opspijzen door een beetje komijnzaad. En dan een beetje boel komijnzaad. En best wel een flinke scheut ketchupmanis. Kijk, ik maak hier 2 porties, omdat ik het ook nog wilde bewaren voor de volgende dag. Dus ik heb wel heel veel gemaakt. En nu de Chinese groenten erbij gedaan. En nu gaat mijn bloemkool erbij. En zoals ik al zei, ik maakte extra veel. En ja, dus vandaar dat ik zo'n grote huge-ass pan heb. Met heel veel, zoals je ziet. Maar ja, dan heb ik voor de volgende dag ook wat. En als het klaar is, ziet het er zo uit. En het is echt lekker. Ik had eerst verwacht bloemkool. Ik weet niet. Ik ben meer een rijst kind of girl. Maar het was echt lekker. En je kan er natuurlijk alles bij doen wat je zelf wil. Een stukje vlees als je vlees eet. Of garnalen. Nepvlees. Noem het maar op. Alles kan. Oké, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken op de abonneerknop. En pats, boem, je bent geabonneerd. Wil je meer weten? Ik laat ook altijd recepten zien op mijn Instagram. Ik zal hier even mijn Instagram linkje voorbij laten komen. Dus... volg mij. Ik zie jullie dinsdag weer bij een weekvlog. En dat is weer alles in het teken van growing the booty. En een plattere buik, missie, doel wat ik heb. Tot dan.